gaan het hebben over een unieke game. Een game die we eigenlijk best wel weinig hebben behandeld in de geschiedenis van GameKings. Ik kan me niet herinneren dat ik deze game namelijk ooit heb moeten doen. En hij is uniek omdat het ten eerste een hele vette sport is, vind ik. En ik heb het over MLB The Show 23. De ponies gaan weer pijn hebben. Namelijk, deze game is gemaakt door Sony Studios San Diego. Hij komt uit op de PlayStation en de Xbox. Mm-hmm. En dan komt hij. Bij de PlayStation betaal je er $70 voor. En bij de Xbox staat hij gewoon meteen gratis op Game Pass. Ja. Ouch! Bijzonder, hè? Van een Sony developed game. Omdat Microsoft dus dat doet wat Sony niet wil doen. Call of Duty gewoon dan ook op hun eigen PlayStation Plus gratis doen. Microsoft heeft zoiets van, oké, fuck it, ik doe het wel. Dan maar geen inkomsten. Mm-hmm. Dat helemaal tezijde. Ik vond dat we het wel eens een keer over deze franchise moeten hebben. Ik krijg af en toe wel eens mailtjes, niet heel veel van mensen. Waarom doe je nou nooit MLB? Want het is zo'n fucking vette game. En ik had zoiets van, ik wil het gewoon eens een keer gaan proberen. En ik ga je nu al vertellen dat ik toch wel een aantal orgastische momenten heb gehad tijdens deze game. Maar feitelijk is dit eigenlijk gewoon wat NBA. Ik ga het niet vergelijken met FIFA. Ik ga het vergelijken met NBA. En waarom doe ik dat? Omdat ik vind dat FIFA een beetje de liefde voor de sport verloren is. Als je mij vraagt, zat hij er nooit in. Nee, maar goed, dat is een andere discussie. Okay, ik snap de vergelijking met 2K in ieder geval. Te veel fut en dat soort dingen. Alles wordt gepusht naar fucking die kaartjes kopen. En bij NBA, ik snap het, dat gebeurt ook wel een beetje. Maar daar zit gewoon de magie van de Amerikaanse sport. Het commentaar, de vibe, de fucking stats, ja, weet ik veel. Alles zit erin en dat heeft MLB ook. En dat maakt het zo'n vette game om in ieder geval te ervaren. Ja, en het is natuurlijk een leuke situatie hierin. Is dat jij natuurlijk echt een baseball liefhebber bent. En ik ben vroeger altijd kijken naar Kinheim. Ik ben in grote lijnen een Amerikaanse sportliefhebber. Ik ben ook wel eens in Amerika naar een baseballwedstrijd geweest. Ja. Maar ik snap de sport niet helemaal. Dus in principe hebben wij twee verschillende uitgangspunten. Jij bent echt een baseball aficionado. Ja. En ik ben eigenlijk een baseball rookie, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik ben net gedraft in deze game. En ik moet zeggen, voor een beginner. De game heeft qua gameplay best wel veel variaties waarop je naar je hand kan zetten. Je hebt bijvoorbeeld allemaal verschillende manieren van de bal werpen, van de bal slaan. En je hebt eigenlijk heel veel keuzes. Dat is best overweldigend in het begin. Nou, dat vind ik het voor hebben op NBA. Want NBA 2K, ik vind het de beste sportgame die er is. Qua vibe en qua uitvoering, qua gameplay. Mm-hmm. Maar het is geen makkelijke game om te spelen. Stel nou, je hebt nog nooit een basketbalgame gespeeld, maar je kijkt graag naar de NBA, je vindt het vet, je gaat het proberen. Dan heel gauw loop je al tegen het feit aan dat de besturing gewoon lastig is. Niet omdat hij niet goed is, maar omdat je hebt al die knopjes en die moves en dit en dat. Mm-hmm. Madden wil ik het helemaal niet over hebben. Dat is fucking ingewikkeld als je het niet kent met al die systeempjes. En het grappige is, deze kun je zo instellen dat als je hem gewoon op easy zet, dat eigenlijk, ja, met één of twee knoppen kun je eigenlijk alles doen. Waardoor je al heel snel een keer zo'n bal vol op je knuppel raakt. En dat geeft een hele lekkere tak. Ja, zeker. Dat is een heerlijk geluid. Ja, dan gaat hij eruit en dat, ja, weet je wel, daar doe je het voor. Of een goede pitch gooien. Kijk, en ik ben natuurlijk, wat ik zei, ik ben geen baseballkenner. Ik heb mij laten verrassen. De game doet op zich een aardige het doet een redelijke job dat je handje wordt vastgepakt. Mm-hmm. Je hebt een dynamische moeilijkheidsgraad. Dat betekent dus, je kan aangeven, je zegt, ja, ik snap geen fuck van baseball. Dan gaat de game het proberen uit te leggen. Ik heb zelfs op YouTube allemaal regels van baseball gecheckt. En de rabbit hole was vrij diep. Ja, ja, ja. Maar ik moet wel zeggen, doordat de gameplay zo naar je hand te zetten is, ik heb in principe de makkelijkere opties gekozen voor het pitchen. Je hebt dus bijvoorbeeld, je hebt pulse pitching. Dan moet je gewoon een cirkeltje precies op het juiste moment klik je op gooien en dan smijt je hem. En dan kan je nog wel een beetje bepalen waar je hem gooit. En voor het slaan ook heb ik ook de makkelijkere optie gekozen. Maar dat maakte wel dat ik heel makkelijk in de game kwam. Want alsnog zijn er heel veel regels om. Er zijn ook heel veel posities die je kan spelen. Tuurlijk. De vergelijking met 2K wilde ik inderdaad ook zeggen. Daar moest ik heel erg aan denken. Mm-hmm. Dat heeft zowel een positief aspect, dat het dus een hele uitgebreide sportgame is met superveel diepgang. Ja. Maar ook moet ik wel zeggen dat de uitstraling van de game af en toe ook wel een beetje zakelijk was. Ik miste misschien wel een beetje het echte spektakel wat je bij NBA 2K hebt. 100%. Het was wel, ik begon een seizoen en het was het volkslied en een seconde later was ik alweer aan het slaan. Ja. Maar ik moet zeggen, gaan we het even over de game modus hebben? Of zitten we nog in de gameplay? Want nou ja, goed. Laten we dat doen, want ik denk dat het een goede vergelijking is met NBA, is gewoon de top of de top. En de vraag is dus, hoort het bij die top of de top? Weet je wel? Feitelijk
kun je het ook hier weer de NBA 2K lat ernaast leggen. Je hebt een soort van dat je gewoon het seizoen kan spelen. Je kan exhibition spelen. Dan heb je een soort van dat je zelf een honkballer wordt. Mag je de positie kiezen? Wil je in het achterveld staan? Wil je first stop, second stop, third stop, pitcher, catcher? Maakt niet uit. Je hebt natuurlijk de online modus. Natuurlijk, je hebt de Diamond League. Dat is de fucking kaartjes dat ik echt meteen niet ga spelen. Daar ben ik ook weg geweest. Daar blijf ik weg van. En de allerlaatste, zal ik hem zeggen dan. Het is de storylines mode. Ja. En dat is de Negro League baseball mode. Als we de modus even bij langs gaan. Nou, de exhibition hoeven we natuurlijk niet uit te leggen. Dat is vrij simpel. De storyline mode, daar wil ik eigenlijk graag wel even over hebben met jou. Ja. Dat was voor mij een ontzettende verrassing, moet ik zeggen. Ja. De Negro League Baseball gaat eigenlijk... het gaat een beetje in op de verhalen van de vergeten legendes. Voordat de Major League Afro-Amerikaanse spelers accepteerde. Waarvan Jackie Robinson een heel groot voorbeeld is. Zijn er eigenlijk ook heel veel spelers die een beetje vergeten helden zijn. En deze game heeft een hele mooie manier om die verhalen te vertellen. Er zitten ook heel veel video's in. En ik heb bijvoorbeeld het verhaal van Satchel Paige. Dat is een pitcher, die was beroemd. Niemand wist ook hoe oud hij was. En die kon belachelijk harde ballen smijten. En uiteindelijk is hij ook in de MLB terechtgekomen. Maar eigenlijk speel je ook zijn vroege potjes. En eigenlijk wat highlights van zijn career. En zo heb je een stuk of 8 of 10 verschillende Negro League baseball spelers. Waar je eigenlijk het levensverhaal of het sportverhaal van mag spelen. Ik was echt positief verrast. Dit is echt... het klinkt heel raar, maar... een zwarte pagina in de honkbalgeschiedenis. Deze gasten waren zoveel beter dan hun witte medemens. Alleen, dat werd volkomen gesegregeerd. Ja. En uiteindelijk zijn er 1 of 2 zijn er toen mee gaan doen. En die hadden een 3-dubbel dikke huid. Want die werden verschrikkelijk behandeld. En dit zijn wel legendes. Wat dat betreft vind ik het wel tof dat ze dit nu gewoon eens een keertje in de spotlight zetten. En kijk ook gewoon eventjes naar de kleding, weet je. Die oude, old-fashioned kleding zoals dat vroeger was. Ik vind dat heel vet. Dit is met liefde gedaan. Dit is heel tof om te spelen. Eén kanttekeningetje wat ik een beetje raar erbij vond wel. Want ik vond het super vet. Maar het enige wat me een beetje uit het ritme haalde is dat er zit best goede muziek in de game. Ik vond het een vette soundtrack. Alleen ze hadden misschien ook een beetje oldschool muziek moeten doen voor deze shit. Want dan zit je toch al keiharde hiphop onder? Ja, dan heb je Anderson Paak, weet je wel. Dan zit je daar in 1940 met iemand en dan is het... Het is een goede metafoor dat deze game heel veel dingen goed doet. Maar net niet die slagroom heeft op die slagroom, start. Mooie woordspeling. Slagroom, precies. Ja, om dit gewoon bad cream waanzinnig te maken. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de... ik noem het dan maar even de campaign mode. Waarbij je gewoon... toevallig zijn we allebei Joe Random. Want ik was te lui om er zelf een naam aan te geven. Je begint gewoon, net als bij NBA of bij FIFA, je begint gewoon als een gast die je wordt gedraft en je gaat dan inderdaad naar de minor leagues. Zo gaat het meestal, minor leagues. En dan ga je steeds een trapje hoger om uiteindelijk hopelijk in de major leagues te komen. En jij hebt nog even geprobeerd om inderdaad met een scan je gezicht te doen maken. Ik heb een face scan gemaakt en kwam eruit als een soort crackverslaafde Mexicaan. Dus een crackverslaafde Mexicaan. Ja, dat was een succes. Maar je zou het een beetje kunnen vergelijken met die mode van 2K. Waarin je dus je krijgt offers en je moet af en toe wat vragen beantwoorden. Maar het is een beetje... Ah, daar ben je. Een beetje lauw is het. Het is niet warm. Nee, ik wil het niet eens lauw noemen. Het is gewoon... Het kan niet in de buurt komen bij wat andere sportgames maken. Dat begint al bij het begin. Ik ben geen fan van al die cutscenes die je bij NBA 2K hebt en FIFA met weet je wel, die spelers bij elkaar. Wow, weet je wel, en dan hip doen dit en dat. Hier, serieus, op een gegeven moment dan krijg je je offer, sta je in de telefoon. Je hoort dit. Ja, je ziet hem praten, maar er komt alleen tekst bij. En verder rest is het alleen maar, oké, volgende game, volgende game, volgende game. Oh, je gaat nu naar de double A, weet je wel. Volgende game, volgende game. En uiteindelijk... Ja. En je ziet trouwens hier ook mijn hoofd, Joe Random. Hij lijkt 1-op-1. Een beetje scheel. Ja, een beetje scheel. Ik kreeg zijn ogen ook niet goed, ja. Weet je wat ik zelf... Kijk, ik heb net WWE 2K23 gespeeld. Die had ook zo'n mode. Maar ik moet zeggen, die verhalen waren super tof, heel mooi geanimeerd. En dit was eigenlijk de hele tijd hetzelfde. Je zit in de kleedkamer met een paar guys. En dan is het weer, het geld is op. Het geld is op, wat gaan we doen? Het gaat niet zo goed, wat gaan we doen? Maar het eigenlijk de hele tijd dezelfde cutscene. Dus voor de grap ging ik op de duur na een paar wedstrijden. Ging ik eens kijken, wat gebeurt er als ik het ga simmen, zeg maar. Ja.
krijg ik dan al die, en al die cutscenes waren hetzelfde. Dus toen dacht ik... Nee, het is absoluut niet cool. En het grappige is inderdaad, dus die Negro League, die heeft dat wel. Die heeft die liefde. Je hebt ook een mode waarin je bepaalde... Ja, hoe moet ik dat noemen? Een soort van challenge mode is het dan inderdaad. The Road to March volgens mij. Mm-hmm. Waarin je bijvoorbeeld zegt van oké, je speelt deze game. Het staat 4-2, sta je achter, zesde inning. Jij bent nu aan slag om te zorgen dat je gaat winnen. En dan, dan moet je een paar keer pitchen, je moet een paar keer slaan. En opeens word je in het achterveld gezet omdat je een bal moet vangen. En dat zit wel helemaal met beelden. Een aantal bekende baseballers die meewerken met leuke cutscenes erin. Mm-hmm. Maar die campaign mode is zonder liefde erin gekwakt. Ja, ja, ja. En dan ben ik altijd weer bang dat... En dat merkte ik al als je die game opstart, dat alles weer gefunneld wordt naar die Diamond League. Namelijk die kaartjes, weet je wel. Als ik op een gegeven moment haalde ik wat in die campaign en dan kreeg ik een pakje kaarten. Ik wil helemaal geen pakje kaarten. Ik had hetzelfde. Weet je, ik had het ook bij 2K had je het ook. Die kaartjes, die lootbox-achtige modi, ik kan daar niet tegen. Ik vind het zo'n flauwe, goedkope cash grab. En in plaats van dat ze dat dan helemaal gaan uitbouwen, focus je op de core. Want die andere modus, die facecan mode, heeft zoveel potentie. Ik bedoel, dat is iets leuks. En daar halen ze dan veel te weinig uit. En dan gaan de resources er weer naar de cash grab mode. Ja. En dat is jammer. En kijk, voor mij als nieuwkomeling in baseball games, ja, ik heb vroeger trouwens wel eens wat gespeeld op de N64, maar dat was allemaal nog vrij simpel. Ja, ik weet niet. Ik vind het een gemiste kans. Ik moet zeggen dat er voor mij toch nog wel te veel dingen onduidelijk bleven, ook in de regels van het spel. En natuurlijk is het ook aan mij om dat zelf uit te vinden, maar dat maakt de learning curve best wel pittig. Je moet wel iets met baseball hebben, logisch, anders ga je dit überhaupt niet spelen. Vind wel dat ze de regels uiteindelijk goed uitleggen. Eén ding wat ik pas vanochtend in de trein zag, en heb ik gewoon niet goed gekeken, is dat ook de World League erin zit. En de World League, de World Baseball League, dat is eigenlijk het officiële wereldkampioenschap één keer in de vier jaar, waarbij alle pro-spelers ook mogen meedoen. Dus dan de beste Amerikanen zitten bij Amerika. En dat was een spektakel. Japan heeft gewonnen. Mm-hmm. Het is pas een paar weken geleden. En dat zit erin. Dus dat betekent dat je dus ook met Nederland kunt spelen. Met daarin al die spelers uit de Major League Baseball die daar spelen, die zitten in je Nederlands team. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dat maakt het misschien wat aantrekkelijker. Ik bedoel, ik ben een Yankees fan, maar misschien dat heel veel mensen toch leuker vinden om met Nederland te spelen. Ja, en verder rest. Kijk, het is gewoon. Ik denk dat elke baseballfan hier. Ja, dit is wel het dichtstbij waar je kunt komen. Alle tactics zitten erin. Je backfield kun je van links naar rechts schuiven en je mannetje ietsje voor of je third base dat naar voren schuiven. Je pitches van knuckleball tot het is echt tot sliders. Het zit er allemaal maar in. Maar kunnen we dan voorzichtig stellen dat aangezien deze game ook niet echt heel veel competitie heeft, voor zover ik weet, is dit wel zit het op een eilandje. Ja. En die parallel met 2K van dat het dus een ontzettend sterke game is qua core mechanics, maar dat ze qua de story modus nog steeds te afgeleid worden door het prospect van ik kan cash grabben met lootboxes. Ja. Dat vond ik een heel schrijnende vergelijking. Want het is namelijk los van die lootbox en misschien een underdeveloped carrière modus. Ja. Is de kern van de gameplay is echt ijzersterk. Zelfs voor een leek als ik zie ik gewoon wat daar gebeurt op het veld. Is gewoon super accuraat. Ja, nee, ik bedoel, de animaties zo zijn gewoon heel tof. En het is gewoon ongelooflijk satisfying om gewoon een bal vol op die knuppel te raken. En dan krijg je zo perfect, weet je wel. Of een goede pitch te gooien. Zeker als je het op wat hogere moeilijkheidsgraden gooit. Waarbij je echt het helemaal zelf bepaalt, waarbij je ook niet het vierkantje ziet waar je moet gooien. Het is fucking lastig om als slagman te zien van gaat dit een wijdbal worden, oftewel dat hij buiten de slagzone gooit. Want ik in het begin sloeg ik op alles. Er zit heel veel diepgang in, dus ik denk dat je als baseballfan hier echt wel heel veel plezier kan hebben. Online heb ik nog niet aangedurfd. Ik heb het wel even geprobeerd, maar toen werd ik er meteen weer uitgeknikkerd. En ik ben nog lang niet goed genoeg om dat tegen Amerikanen te spelen. Maar ik vind dit wel, budgetbak kopen of slopen, ik vind dit wel gewoon een game die ik kan aanraden. Het is gewoon een koopgame. Voor de liefhebber, ik ga lekker even in het baseballjargon blijven. Ik vind het een home run, maar ik ben een beetje van slag van de lootbox. Dat is een bal die wat mij betreft de knuppel langs de knuppel scheert. Ja. Maar voor de liefhebber zou ik zeggen kopen. Maar ik moet wel zeggen, als je baseball niet kent, vind ik het lastig om aan te raden. Maar als je een baseballfan bent, is het een no-brainer. Ja, maar waarom kopen. Zou je een baseballgame kopen als je niet van baseballen houdt? Dus Fair enough. Het is prima. Het is niks nieuws. Het lijkt op al die jaren ervoor, maar het blijft gewoon de beste baseballgame die er is. Psst.